Welkom bij Brouwerij in de Brul. Mijn naam is Ronald Bosman, ik ben de brouwer sinds 2014 in deze brouwerij. De eerste brouwerij ooit in Groesbeek. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Nou, we hebben een assortiment, daar hebben we 10 bieren. Waarvan 6 zijn de vaste bieren, hier op de kaart, en zijn 4 seizoensbieren. Buiten dat we in ons proeflokaal natuurlijk onze bieren schenken, hebben we onze bieren ook bij de lokale supermarkt hier in Groesbeek. De slijterij in Groesbeek, we zijn met zaken in Nijmegen bezig. Dus volop in de lijf. De vraag van ons bier is zo groot dat onze brouwcapaciteit klein is. In andere woorden, we kunnen niet genoeg bier brouwen om al onze mensen die ons bier graag willen drinken kunnen zien van ons bier. Wat vinden we aan? Het allerleukste van het brouwproces is het ontwikkelen van een recept. Wat we samen in ons hoofd hebben zitten om dat ook in de fles te krijgen. Ja, het bier van Brouwerij en Drul zijn natuurlijk hartstikke bekend. In Groesbeek en omstreken. We willen natuurlijk groter, we willen heel Nederland. Er is zelfs interesse in Engeland voor ons bier. En waar we op proosten, is Hofs Blondje, is tweede geworden van Gelderland. Proost. Hiervoor staan enkele van onze bieren. Onze Lentebok, de Bira Rossa, Verrassend Blond en onze Drulse Dubbel. Waarom willen we crowdfunding opstarten? We willen graag een grotere brouwinstallatie. Grotere vergistingstanks, lagere tanks. We moeten onze brouwzaal aanpassen. En daar hebben we jullie hulp voor nodig.